Ja, we hebben dus die commissie duurzaam opgesteld en deze projectgroep bestond uit 3 leden. En eigenlijk de taken mooi verdeeld in planet, people en profit. Nou, we stonden dus voor het vraagstuk van wat doen we met het huidige gebouw? En we hebben ervoor gekozen om het grondig aan te pakken. Onder de noemer van als je het half doet, dan doe je het eigenlijk net niet goed. Dus we hebben daar echt voor gekozen om het energie neutraal te maken. Maar ook tegelijkertijd heel veel energie op te wekken. Dus je ziet de zonnecollectoren, die doen nu met dit weer geweldig hun best natuurlijk. Aan de achterkant staat ook een luchtwarmtepomp. Maar dat betekende ook dat we met lage temperatuur moesten gaan verwarmen. Dat betekende dat we de vloer eruit moesten slopen. Dat hebben een aantal vrijwilligers met plezier op een zaterdag gedaan. Toen konden we een nieuwe vloer storten met weer een vloerverwarming erin. Dus we hebben eigenlijk alles zo'n beetje aangepakt wat aan te pakken was in het gebouw. De gewone hemelwaterafvoer, ook nieuw gemaakt. Maar je ziet meteen dat die infiltreert in de grond. Dus dat betekent dat we die niet op de riolering hebben aangesloten. Dus we zijn in dat opzicht ook klimaatadaptief, zal ik maar zeggen. Bij een energie-neutraal gebouw hoort natuurlijk ook ventilatie. Aan de ene kant is het gebouw luchtdicht gebouwd, zodat je geen tochtverschijnselen hebt. Aan de andere kant betekent dat ook dat we heel goed een ventilatiesysteem moeten hebben. Dat doen we door middel van warmteterugwinning. Dat betekent dat we wel ventileren, er komt verse lucht binnen, maar die lucht hier is al opgewarmd met de warmte die naar buiten gaat. Dat noemen ze een WTW, warmteterugwinning. Nou, ik denk dat als je hier rondkijkt, dan alles wat je maar kunt bedenken op duurzaamheid met betrekking tot een vereniging zoals wij zijn, is in feite aangepakt. En als zodanig ben ik ervan overtuigd dat wij de duurzaamste vereniging van Nederland zijn.